Dit is hem, de nieuwe Opel Crossland. En in deze video ga ik alles uitleggen over de Opel Crossland Elegance uitvoering. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een video met uitleg over een Opel model of een Opel systeem. Nou, ben je nieuw hier? Van harte welkom. Maar vergeet niet te abonneren. Het kost helemaal niks en zo krijg je als eerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, zoals ik al zei, ga ik in deze video dus laten zien hoe de nieuwe Opel Crossland is geworden. En in dit geval de Opel Crossland Elegance uitvoering. Wat maakt deze auto ook uniek ten opzichte van mijn andere uitvoeringen en welke mogelijkheden zijn er? En wat het is, dat laat ik je nu zien. Nou, en hier zien we dus de Opel Crossland Elegance uitvoering. De Opel Crossland is dus vernieuwd. En als grootste verandering is ook de voorkant. Want hij heeft de Opel Visor. En dat is dus een nieuwe uitstraling van Opel. En dit is ook het eerste Opel model die deze uitstraling heeft. Nou, ook zien we aan de achterkant ook wijzigingen bij de Opel Crossland. En dan moet je met name denken ook aan de achterlichtunits die ook anders zijn. En ook zien we hier heel mooi de type aanduiding op de achterklep. Maar in deze video gaan we dus een nadruk leggen op deze stijlvolle en complete uitvoering, de Elegance uitvoering. De Crossland is er in verschillende uitvoeringen leverbaar. Dan praat je over de gewone Crossland, hè, dus het instapmodel. Daarnaast ook de Edition. En dan hebben we ook nog de sportieve GS-lijn en de meest complete, de luxe Ultimate uitvoering. Voor de zakenrijder is ook nog de Business Edition. Nou, de Elegance is standaard voorzien van deze 16-inch lichtmetalen velgen. Nou, mocht je deze velgen niet jouw voorkeur hebben, dan zijn er ook andere velgen leverbaar. Kijk voor de meeste actuele aanboden ook op Opel.nl, zodat je eigen Crossland ook kunt samenstellen. Maar deze 16-inch heeft hij dus standaard. Daarnaast is de Elegance uitvoering ook voorzien van deze chroomaccent onder het dakraam. En dat geeft natuurlijk een mooie stijlvolle en luxe uitstraling. De kleur van deze auto die we hier zien is Moonstone Grey. Maar je kunt er ook voor kiezen natuurlijk in andere kleuren. En ook is een ander kleur dak ook mogelijk. En als we in het interieur gaan kijken, dan zien we deze mooie comfortstoel. En dat heeft deze Elegance uitvoering, heeft die standaard. Hij is voorzien van half lederen bekleding. En ook een heel mooi en luxe stiksel. Met name ook de accenten die hier bovenin zitten. Nou, dit is echt een mooie comfortstoel. Je kan dus het voorgedeelte kun je dus in- en uitschuiven om meer steun te krijgen in de knieholte. Daarnaast kun je ook nog de hoogteverstelling regelen, om ook daar meer steun voor te krijgen. Natuurlijk is de stoel ook in hoogte verstelbaar en ook heeft hij een lendensteun. En deze verstelmogelijkheden zijn standaard voor de bestuurdersstoel. Nou, de Elegance uitvoering is dus een hele mooie, stijlvolle en complete uitvoering. Hij is namelijk ook voorzien van airconditioning en dan ook de vorm van een klimaatcontrole. Zo kun je links en rechts ook de juiste temperatuur ook instellen. Nou, we hebben hier ook eerder een video van gemaakt hoe deze bediening werkt. Die zal ik hierboven ook even linken, zodat je die ook in alle rust kunt bekijken. Nou, natuurlijk ook cruise control heeft hij dus standaard. Ook de elektrische naam voor en achter, de spiegelverstelling. En daarnaast heeft hij nog een 3,5 inch kleurenscherm hier bij de meters. Nou, voor de rest kun je natuurlijk je Crossland helemaal zelf samenstellen. En bijvoorbeeld ook kiezen voor het navigatiesysteem. Of bijvoorbeeld een achteruitrijcamera. Je zet hem heel makkelijk in achteruit. En dan zie je hier heel mooi de achteruitrijcamera met de mogelijkheid tot de 180 graden weergave. Klik heel makkelijk hier via zicht. Dan kun je heel mooi naar de weergave toe van 180 graden. En dan heb je hier een heel mooi beeld. Bijvoorbeeld als je een drukke staat in moet rijden of er wat aankomt. Hiernaast heeft een heel mooi overzicht als je voor het achteruit ingeparkeerd gaat in een vak. Van staat een beetje mooi recht in. Echt een super mooie camera. En deze zal ik ook zeker adviseren om mee te bestellen. Nou, natuurlijk is deze Opel Crossland ook standaard voorzien van veel veiligheidsvoorzieningen. Zo moet je bijvoorbeeld denken dat hij ook de weergave aangeeft van hoe hard je mag rijden. Daarnaast heeft hij ook nog een lane departure warning systeem. Dus mocht je een beetje richting de berm gaan rijden of richting de doorgetrokken streep, dan krijg je dus een waarschuwing, hè, dus boven de 60 km per uur, krijg je dus een waarschuwing dat je dus een beetje meer in het midden van de weg moet. Je kunt die makkelijk ook uitschakelen wanneer je zegt van ik wil het niet. Hou je deze knop heel makkelijk ingedrukt en na een paar seconden, dan zal die naar het lampje ook branden en dan is het systeem ook uitgeschakeld. Nou, voor de rest heeft de Crossland X Elegance uitvoering ook een mooie lederen stuurwiel die natuurlijk erg fijn ook in de hand ligt. En dan kun je ook uitbreiden met het winterpakket. Stoelverwarming en stuurverwarming. Ideaal. Nou, ook LED-verlichting heeft deze Opel Crossland standaard. Nou, natuurlijk zijn er ook verschillende motoren leverbaar bij de Elegance uitvoering. Dan moet je uitgaan van de benzinemotor 110 pk 1.2 of de 130 pk 1.2. En die 130 pk 1.2 is ook nog leverbaar in automaat. Nou, voor de dieselrijders zijn er twee mogelijkheden. Dan praat je over een 1.5 diesel met 110 pk of een 120 pk 1.5 diesel met automaat. En de automaat hiervan zijn een 6-traps automaat. Nou, ook deze zilverkleurige bodembeschermers zitten standaard op de Elegance uitvoering. En zowel aan de voorkant als ook aan de achterkant. Nou, de kofferruimte is zeker ook een groot pluspunt van deze auto. Een mooie ruime kofferruimte waarbij de achterbank ook nog in twee delen neklapbaar is. Nou, optioneel is ook nog mogelijk om hier bijvoorbeeld een dubbele plank te doen, makkelijk met boodschappen. En je kunt uiteraard ook nog een reservewiel bij bestellen. Om dit reservewiel te bestellen bestel je eigenlijk een voorbereiding die aan fabriek wordt besteld.
En daarnaast kun je dus het wiel, het reservewiel, kun je dus bij de open dealer, bijvoorbeeld bij ons, kun je die bestellen. Nou, je ziet deze Elegance uitvoering is een mooie, staafvolle en mooie complete uitvoering. Voorzien van heel veel luxe en comfort natuurlijk. Nou, en wanneer je bijvoorbeeld een sportievere uitvoering zou willen, dan zou ik eigenlijk adviseren om naar de GS-lijn uitvoering te gaan. Daar hebben we ook een video van gemaakt, die zal ik hierboven uiteraard ook even linken, zodat je die ook in kunt bekijken. Nou, zoals ik al zei, zijn ze dus in verschillende kleuren leverbaar. En dan praat ik over de kleuren van 2021. Je kan bijvoorbeeld kiezen door een aantal metallic kleuren. Bijvoorbeeld blauw, zwart, grijs of lichtgrijs. Standaard is trouwens de kleur is wit. En daarnaast zijn er ook nog twee trendlak kleuren. Praat je over een oranje kleur of een donkerrode kleur. Nou, en als je het leuk vindt, kun je ook nog zeggen van, ik kies bijvoorbeeld een ander dak. Standaard is die dus in één kleur. Maar je kan dus ook kiezen voor een zwart dak en voor een wit dak. Dit zou niet bij elke kleur mogelijkheid zijn, maar kijk daarvoor voor de meest actuele informatie ook op open.nl of liewesroden-open.nl. Nou, ik hoop dat ik je hiermee een duidelijke en heldere uitleg heb gegeven over de nieuwe Opel Crossland Elegance uitvoering. Nou, mocht je nog vragen hebben, typ hem heel gemakkelijk hieronder in deze balk en deze beantwoord uiteraard heel snel. En stuur ook een mail naar klantencontact@liewesroden.nl. En kijk op onze website www.liewesroden.nl naar onze actuele voorraad. Vraag online een offerte aan. Nou, mijn naam is Hendrik Liewes. Nou, ik wil je super bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week verschijnt weer een nieuwe video. En ik zou het super leuk vinden als je deze video weer bekijkt. Tot ziens!